Jij zit ook op Twitter. Daar wordt ook heel veel, hebben heel veel mensen verstand van COVID. Heb je daar ook veel last van al die meningen? Nou ja, soms. Maar het is, het hoort erbij. Ik vind het ook, ik ben ook op Twitter gaan zitten om gewoon eens te kijken. Nadat ik een aantal keren bij een lezing merkte dat mensen iets gezien hadden of gehoord hadden. Terwijl ik dacht, hé, maar jij was daar toch niet. Dus ik vind ook wel dat je ook als wetenschapper een beetje moet weten hoe kennis verspreidt. Ik heb wel gemerkt dat het ook wel lastig is. Want er zijn natuurlijk, er zijn inderdaad heel veel mensen met allerlei goede ideeën, vragen. En dat is leuk. Maar er zijn ook mensen die in feite, ja, of fake news. Of die dan denken, nou, dit is maar verzonnen. Het virus bestaat helemaal niet. Of dat soort dingen. En die kunnen behoorlijk fel worden. En daar is, dan merk ik ook wel van, ja, ik weet wel van alles van virologie, maar dat is ook wel lastig om dan hoe daarmee om te gaan. Ja, en dat merk ik wel met meer collega's ook. En dat is denk ik iets waar we ook voor de toekomst moeten gaan leren van hoe doen we dat nou eigenlijk?